Goedemorgen, burgemeester Bats. Goedemorgen. Het is inmiddels een jaar geleden dat we elkaar hier spraken op Koningsdag. Ja, was dat ook toen? Ja, ja, een jaar geleden. En toen vroeg ik u volgend jaar weer. Ja. En dat is gelukt. En dat is gelukt, ja. Hoe is het om er weer bij te zijn? Ja, geweldig. Want het is natuurlijk een mooie stad. Ik woon hier graag. We woonden hier toen ook al graag. En het leukste is dat de raad en daarmee de hele benoemingsprocedure eigenlijk op gang is gezet naar in ieder geval de komende 6 jaar. Ja, leuk. En ondertussen wordt de raad geïnstalleerd. Zijn er gesprekken met beoogde wethouders. Kan zo'n Koningsdag dan nog wel tussendoor plaatsvinden eigenlijk? Ik verstond dat laatste heel slecht. Kan zo'n Koningsdag eigenlijk nog wel tijd daarvoor opeisen? Ja, zeker. Ja hoor. Ja. Morgen is 600 jaar Blankenham. Daar ga ik ook naartoe. Vorig weekend was het Giethoorn met een feest. En daartussen, het is nu even iets meer uren dan in een normale week. Maar dat is goed te doen. En met dit weer is dit natuurlijk geen straf om hier... Ja, want het was even een kleine discussie. Is het nou bitter koud of is het nou heerlijk weer? Het is heerlijk weer. Bitter koud is het niet. Het is prachtig. Toch? Ja, dat lijkt mij ook. Precies. Nou ja, dus ik moest even die opmerking rechtzetten, vond ik. Nou, ik wens u nog een hele fijne Koningsdag. Dank u wel voor uw tijd. Jullie ook allemaal een hele fijne dag.